Nou, we hebben elkaar ontmoet toen ik 14 jaar en 8 maanden, toen ik mijn contract tekende hier bij Feyenoord. Ja, en Wim en ik woonden vlak bij elkaar. Dus we trokken samen op. Of met de Solex. Of met de bus. En aan de hand pakte Wim, want Wim was 2 jaar ouder, pakten we nog met de auto. Wim was als mens een hele sympathieke man. Was gewoon in de omgang heel prettig. Had geen sterallures, maar ja, beheerste het vak als voetballer. En was als vriend geweldig. Maar als je tegen mij iets zegt van waar denk je aan dan Wim Jansen, dan denk ik gelijk aan details. Hij had het alleen maar over details. En dat waren de kleinste dingen. Werden wel speler, werden er wel eens gek van. Maar later ga je beseffen, als je ouder wordt, van wat hij ermee bedoelde. Hele eigen kijk op voetbal. Heel veel principes die ik eigenlijk nu ook nog steeds hanteer. Is dat echt wat je toen echt hebt meegenomen van dat heb ik gezien bij hem als trainer? Ja, en dat zeker. Pas ik nu toe? Waar hebben we het dan over? Wat zijn dan die dingen? Er zijn zoveel dingen. Wat je moet doen als je de bal hebt, maar vooral ook als wat je moet doen als je niet de bal hebt. En, gewoon heel veel van geleerd. Nou, het is zoveel verstand van. Hij dacht altijd vooruit. Zoals als speler is hij zo geweest, maar ook als trainer. Hij was gewoon zijn tijd ver vooruit. Heel warm mens. Echte Feyenoorder. Echte liefhebber. Natuurlijk een fenomenale middenvelder voor Feyenoord. Maar in Europa en in de wereld. En er was geen betere. Als je het over een stofzuiger hebt, was hij van een heel goed merk, hoor. Kijk, we hebben het over alle toppers hier, hoor. Maar ik ken hem gewoon bij de top 3 zitten. Hij was zo verschrikkelijk. En nooit aan zichzelf denken, altijd aan de ploeg denken. Ja, het grote compliment kreeg hij dus van Koentje. Dat Koentje het liefste met hem speelde.